U39 naar Maastricht en dan komen we ook in Weert. We zijn hier in Weert op bezoek bij een van de prijswinnaars van de Location Based Services Challenge. We gaan hem opzoeken. We zijn hier binnen bij Brasserie Antje in Weert en we zijn op bezoek bij Pascal. En Pascal heeft een van de winnende ideeën voor de LBS Challenge ingeleverd en het idee heet Bill. Ik ben heel benieuwd naar zijn idee. Pascal, je bent een van de prijswinnaars van de LBS Challenge die wij hebben gedaan. Kun je even kort toelichten wie je bent en welk idee je hebt ingestuurd? Ik ben Pascal. Ik heb het idee Bill samen met vriendin Mitte heb ik bedacht en ingezet voor jullie. We doen eigenlijk wel vaker mee in dit soort challenges. Dus volgens mij de vijfde of zesde waar we ook een leuke prijs hebben gewonnen. Building Interactive Locations. Daar gaan we graag over. Ja, Building Interactive Locations. Zijn we eigenlijk opgekomen. Ja, inspiratie van onze eigen studententijd. Leuk idee, gaan we de tijd mee. We zijn zelf heel veel bezig met technologische innovaties. We kijken ook heel veel om ons heen van hey, welke data is er nou eigenlijk, welke problemen spelen er. En zo zijn we eigenlijk tot die invulling gekomen van Bill. En kun je ook even kort toelichten wat Bill inhoudt? Hoe ziet Bill eruit? Bill is eigenlijk een robotje, een artificial intelligence, wat studenten helpt om het leven eigenlijk een stuk makkelijker te maken. Kort gezegd, wat Bill doet, is die pakt eigenlijk alle data die beschikbaar is. Dus die wordt gegenereerd door de wifi, door andere middelen, door externe bronnen zoals openbaar vervoer en locatiebepaling. En die zorgt dat al die data wordt samengevoegd en gekanaliseerd tot nuttige informatie voor dus studenten of andere gebruikers. Dit was een leuk verhaal van Pascal. Ja, zeker. En volgende keer gaan we weer op bezoek bij een andere prijswinnaar. Tot dan.